En ik zie juist dat we door het water moeten gaan. Ja, we moeten door... Wacht, hè. Yo mensen van mijn school, ik ben hier met een nieuwe video. En vandaag ben ik hier redelijk vroeg, want het is nu 9 uur. Oh ja, voor mij is dat vroeg. En ik ben klaar om te vertrekken naar de Ardennen. En jullie vragen me wel, jullie waarschijnlijk wel af, waarom dat ik eigenlijk naar de Ardennen ga. Wel, zoals jullie weten of niet weten, Kobe is vanaf gisteren vertrokken op Girokamp. En dat is morgen aan de bezoekdag. Dus gaan wij eerst naar de Ardennen, daar overnachten en dan naar de bezoekdag. Maar ik wil dat niet echt alleen doen, dus ik heb gevraagd aan Lucas of dat niet mee wilt. Daar blijven slapen en dan zo naar de bezoekdag. Dus ik ga nu vertrekken. Ik zie jullie straks terug en peace. We zijn hier dus toegekomen in de Ardennen. Ja. En we zijn nu bezig met het blote voetenpad. En ik zie juist dat we door het water moeten gaan. Ja, we moeten de... Wacht, hè. Ah, waar is dat? Waar moeten wij naartoe? Ah, wacht. Er is hier een ding, Jelle. Kijk. Ah, door het water. Oh, Jelle, het is zo'n ding. Ah, zo'n ding. Ja. Waar doe je? Wacht, ik zal hem even vasthouden. Nee, het is goed. Oké, ja. Oké, ja. Mensen, dus direct super cool. En kijk, zie naar de grond. Dat is hier fucking koud. Dat is hier echt koud. En we gaan nu door modder. Oké, hoort gewoon zo... dus het is echt super nice eigenlijk wel dat dat hier is. Gewoon een blote voetenpad. Ja, het is koud. En daar is spetter. Ja, spetterpoep. Ja, je moet door modder. Kijk, zie. Echt, hè. Superleuk. En Lucas is in modder gezakt. En zijn broek was een beetje vuil, maar het is nu opgedroogd. En we zijn nu in ons kamerhotelachtig ding. Allee, nu niet in onze kamer, maar ga juist terug. Zal jij de deur niet eens terugzien? En Lucas krijgt de deur niet terug. Doe maar. Ja, we hebben nu gegeten. We zijn hier nu in een stadje, La Roche. En om 10 uur 's avonds is er hier dus een soort spookachtig ding te bekijken. Ja. Ik weet niet wat dat gaat zijn, maar... Iets met spookjes. Iets met een soort spook of zo dat tevoorschijn komt aan een kasteel. Het kasteel zijn we al een klein beetje gaan bezoeken. Ja, en... ik weet niet. En nu zijn we daar, met dank. Nu zijn we hier. Met dank. Nee, hier. Met dank. Kijk, daar. Daar. En ja, dank.
We zijn dus... ijsjes? We zijn dus ijsjes. Aan het eten. We zijn dus ijsjes aan het eten. We zijn lekker. Chocolade. Fris. Fris. Aardbei. Het zijn goeie ijsjes. Ja, echt super goed. En we gaan straks naar het spookjaar kijken. Ja, daar was het echt. En dan, spookjes zijn cool. Spookjes zijn cool, ja. Gaat maar ook, moeilijk. Gaat ook spookjes in ijs. Boot. Oh, ah, boot. Dag boot. Oké, okay, het is nu 10:00 s'avonds en ja, normaal gezien gaat spook spookachtig nu beginnen. Oh, en dat is een auto. En we gaan nu gewoon naar die brug. Dus. En nu mogen we gewoon naar de brug en gaan we naar het kasteel kijken ofzo. En dat is een lichtspektakel en ik zal jullie ook de beelden tonen. Ja. En ja. En, ja. ja. Tot vanavond. Tot ziens. Bye. Peace. Dat is wel goed, die van ziekenhuis. Oh, nee, ja. Oh, veel, man. Ja, dat is wel. Wow. Dat verandert van kleur. Wow. Wow. 3 hours later. A few moments later. Spook. Voor de mensen die niet door hadden. Oké, what the fuck was dat? Dat was geen spook. Nee, dat was het nog. Okay. Dat was echt iets raar. Huh. Dat was gewoon iets spook. En we zitten hier nu even in onze kamer op onze gsm een beetje naar het nieuws aan het kijken. Op onze Zwerg TV. Ja. En ja, we gaan straks ons pyjama aandoen. Ik van Angry Birds en hij van PlayStation. En dan gaan we gewoon slapen. Ja. En dan ga ik jullie morgen wakker maken. Dan ga ik jullie morgen... Nee, dan als we wakker worden, zullen jullie wel zien. En ja, dat was eigenlijk de einde van dag 1. We hebben dus het blote voetenpad. Pad. Daar ben ik tot en met hier ongeveer in de modder gezakt. Ja. Helemaal mijn been. Dat was leuk. Dan zijn we naar hier gekomen, alles hier gezet. En dan zijn we naar ergens anders gegaan. Ja. Naar La Roche. Waar dat spook dus ook was. Spook. Spook. Maar dus, we zien jullie morgen. Dus, like, abonneer en reageer. En peace. Tot morgen. Doei.